Luciel, gefeliciteerd allereerst. Want wellicht ga je naar huis straks met de Gouden Roos. Ja, dat zou toch wel fantastisch zijn. Je bent genomineerd. En je gaat. Wanneer ga je weg? Nou, ik ga nu zondag ga ik weg, want jij bent ook een keer genomineerd, nee, Carlo, toch? Hij is bij jou. Ja, jij met, ja, natuurlijk. Ik mag hier helemaal niet zitten bij jou. Hoezo niet? Je bent genomineerd met, ik weet dat ik het kan. Jullie mogen er niet over praten? Nee, ja, hoezo jawel. Niet? Nee, maar ga jij er ook heen? Nee. Waarom ga je er niet naartoe? Omdat ik denk dat ik hem niet win. Ja, nou, ik, het is toch een wat uitje? Is dat voor iets raars eigenlijk? Het is toch een hartstikke... Wij gaan zondag gaan we erheen. Ja. Dinsdag is het groot feest. Ja. Het is toch fantastisch dat je überhaupt al genomineerd bent? Dat is het ook. Maar waarom doe je het niet? Ja, waarom doe je het niet? Nou, ik heb het heel druk met de televisie. Nee, ik wil hier een punt van maken. Oh? Maar goed, het kan toch niet, Carlo? Lucille, jullie moeten dit even op de gang straks uitvechten. Maar wat is daar precies doen? Is daar een grote show of zo? Of zitten alle... Ja, het is echt een... we hebben het hele programma ook gekregen, Carlo niet. Maar het is een hele week wordt er van alles gedaan. Je leert Lucien een beetje kennen. Je gaat met de boot. Je bent gewoon... Ja, je mist wel een hele hoop. En het, heel veel dinertjes, heel veel etentjes, veel optredens, feesten. Wel leuk. Cocktailparties. En hoe lang blijf je? We gaan met de Roos komen we... woensdagochtend weer terug. Nou, en ik vind het zo leuk dat je er gewoon vanuit gaat. Dat vind ik ook leuk. Ja, mijn broer die ging er ook ooit heen. Ja. Toen zei de trots ook van, nou, dan moet je niet doen, pluk de dag. En die nam de bronzen roos mee. Nou, ja, dat heb je nu niet meer. Dus Carlo, het is of jij of maar niet. Maar zo is het wel. Een nominatie voor deze roos is al fantastisch. Omdat het natuurlijk ook betekent dat je internationaal gezien gaat worden. Dat is toch geweldig. Ja. Het is een programma, de Cap Awards is door jou persoonlijk bedacht. Ja. Waarom is het ooit overgegaan van misverkiezing naar Cap Awards? Eigenlijk omdat er ook heel veel jongens waren die mij schreef, die zeiden van, goh, ik wil eigenlijk ook kans maken om ambassadeur te worden. Nou, het werd dus dit jaar ook weer een dame. En ook omdat ik vond dat het meer inhoud moest krijgen. Ik bedoel, de misverkiezing was fantastisch, was hartstikke mooi. Maar ik wilde ook laten zien wat mensen met een handicap kunnen. Waartoe ze in staat zijn. Ja. En dat zag je minder in de misverkiezing. Het was om het breder te maken. En is er aandacht al voor het buitenland? Door het buitenland? Ja, we zijn, het programma is natuurlijk ook aangeboden op de MIP. En er zijn nu alweer 5 landen die interesse hebben voor de Cap Awards. Dus dat is heel erg leuk. Om het programma ook goed neer te zetten. Monique Wijnen, winnares van 2008. Ja. We gaan... het is nog haar jaar, hè? We gaan kijken naar een fragment. En je ziet hoe jij met je handicap omgaat. Zo kun je dat, kan je dat zeggen. Ja, het gaat er net om dat je je handicap hebt weten om te zetten in capabilities, in mogelijkheden eigenlijk. Capabilities. Want je doet, je doet alles. Met wat je hebt ben je heel erg... Handig. Handig en voetig. Handig en voetig. Maar kun je iets vertellen? Want daar moet je gewoon wel doorzetten voor zijn, vind ik. Absoluut. Nee, het is natuurlijk zo dat je zo geboren bent. En als baby zijnde, weet je, zoek je gewoon je weg, zeg maar. Ik heb daarin ook altijd alle ruimte gekregen van mijn ouders, bijvoorbeeld. Ja. En zoals hier zie je me schrijven. Ik ben journalist-redacteur voor Support Magazine. En hier zie je mij een interview afnemen, zeg maar. En ik schrijf alles op met mijn tenen. En daarna werk ik het uit op de laptop. Op de laptop ook met je tenen? Ja, ook gewoon met mijn tenen. Is het een speciale laptop? Nee. Gewoon een laptop. In die zin, mijn tenen hebben gewoon de functie van vingers, zeg maar. Dus mijn motoriek is ook heel fijn. En nou, met de voet in de ballenbak. Met de voet in de ballenbak? Ja, met de voet in de ballenbak. Wat goed. Hoe is jouw jaar? Want je bent dit jaar dus de ambassadeur. Wat heb je allemaal beleefd? Heeft het opgeleverd? En wat heeft het opgeleverd? Nee, in die zin, ik heb ontzettend veel al gedaan de afgelopen maanden. Ik heb bezoeken gebracht en gesprekken gehad met de Tweede Kamer. Ben van de week bij minister Van der Hoeven geweest van de Economische Zaken. Maar wat doe je daar dan? Behalve... Nou ja, mijn speerpunt is eigen kracht. Dus in die zin vind ik van als je zelf weet wie je bent, wat je wil en hoe, dan kun je zo zelfstandig en zo vredzaam mogelijk en zo happy mogelijk eigenlijk door het leven. En daarvan zijn heel veel dingen van belang. Zoals wonen en werken. En vooral ook bewust worden. Want dat is echt het grootste ding. Ik denk als mensen bewust zijn. Ik zeg altijd van ja, probeer verder te kijken dan je neus lang is. En behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Ja. En daar probeer ik zeg maar binnen de media probeer ik daar aan te werken. Binnen de politiek probeer ik daar aan te werken. Binnen bedrijfsleven. En binnen mensen met beperking ook zelf. Ja, om in het gesprek te gaan met hun ook. En te kijken van hey, wat zijn je kansen? Wat zijn je mogelijkheden? Wat zijn je kwaliteiten? En stel die voorop. En natuurlijk wel met de realiteit. Kijk, je beperking heeft je wel gemaakt tot waar je bent. En dat is heel vaak tot hele mooie, krachtige mensen. Nou, dat kan je wel zeggen. Dat ben je zeker. Premier Balkenende heeft de prijs toen uitgereikt. Ja, klopt. Daar gaan ze binnenkort ook naartoe. Ja, ik heb zeg maar over een aantal maanden, over een aantal weken heb ik een werkbezoek met premier Balkenende. En ik woon zelf in een focuswoning. Dat is een woning met 24 uur assistentie, echt maar op afroep en aanwijzing.
Dus dat betekent eigenlijk dat ik gewoon daardoor kan gaan en staan waar ik wil. Heb ik iemand nodig, piep ik iemand op. Ben ik zeg maar klaar met de assistentie, dus ben ik naar het toilet geweest of iets dergelijks. Dan zet ik weer iemand weer heerlijk buiten de deur en ga ik weer lekker met mijn eigen leventje. En daar wil ik ook, dat wil ik ook aan de politiek laten zien, zeg maar, hoe belangrijk dat is. Ja. Nou, ik denk dat je een statement hebt gemaakt. Wat een fantastische winnares. Je bent echt... Ja, zij is een topper. Nee, absoluut. Een carrière als presentatrice. Dat vind je niet geweldig? Yes, ja, is geweldig. Ja. Het gaat ook iets met... We gaan ook iets met... De CAP Award gaat ook niet met kinderen? Ja, er komt nou een kindervariant. Er zijn nou heel veel kinderen die gezegd hebben... Ja, God, Lucille, we hebben geen boegbeeld. En wij kunnen ook zoveel. We willen ook aan onze klasgenoten laten zien... dat we heel veel dingen kunnen en niet gepest worden. En dat, kijk, daarom heb ik het ook geïnitieerd. Ik vind het gewoon belangrijk om te laten zien... dat mensen met een handicap tot heel veel in staat zijn. En succes kunnen creëren. Kansen moeten, ze moeten ook empowered worden. Kansen moeten ontplooid worden. Daarom zet ik me hiervoor in en doe ik dat één keer per jaar. In de volwassen versie en nu ook in de kindervariant. Dan nu iets anders. Zie jij de ring van Lucille? Is dat hem? Is dat hem? Verlovingsring? Ja. Kan je hem even omhoog halen? Vind je hem waanzinnig? Hij is fantastisch. €10.000 was die. Nee, natuurlijk niet, jongens. Het is gewoon van de markt. Oh! €2. Oh. Ja. Maar, denk je? Ja, maar het glittert alle kanten. Ik geloof alles. Nee, maar dit is het. Nee, hier staat, feliciteer Lucille met haar aanstaande huwelijk. Dat klopt wel. Dat ja, klopt. Ja, maar dat is niet deze ring. Deze ring heb ik speciaal voor jullie gewoon omgenomen. Oh, maar je hebt geen verlovingsring. Het gaat eigenlijk naar de trouwring. Die heb ik nou niet om. Nou, wat is dat nou? Hebben wij dit is jouw vriend, ja. Dit is jouw vriend, hè? Hè? Ja. Ja. Ja, dat is hem. Dat klopt ook. Nou, ja, dat is ook wel leuk. Waar ken je hem van? Oh, ik ken hem uit de muziek. Van de ballenbak. Niet van de ballenbak. Nee, ik ken hem uit de muziek. Het is echt een ontzettend lieverd, ontzettend schat. En hij heeft een heel groot reclamebureau nu. En het, maar voorheen maakte hij platen en cd's en daar ken ik. Toen had ik een en wat trek je aan dan? Op de dat ga ik jou niet vertellen, Irene. Waarom kijk je mij nou aan? Ik vul het op. Nee, ja, dat is het. Nee, hoe gaat het met Lingo? Ja, wat zijn er dan voor bruggetjes? Ja. Ik heb wel weer een punt maken. Ik wil gewoon even nog wat dingetje van je weten. Hoe gaat het met Lingo? Ja, het gaat heel goed met en Lingo. En heb je Irene Moors gezien als Lucille Werner? Ja, ik heb Irene gezien. En, nou, ik zal je toch vertellen, Irene. Oh. Nou, oh. Kijk, Carlo, jij hebt nogal wat paniek veroorzaakt. Want op een gegeven moment heb jij in een interview geroepen van... nou, Lucille Werner die zal wel gaan bellen als ze zichzelf terug... Maar, nou, en toen gingen heel veel mensen me waarschuwen van... Lucille, daar komt iets. Dat is een ramp. Ze gaan je natuurlijk heel ongelukkig nadoen met het lopen en weet ik het allemaal. Nee, maar nee. En toen dacht ik, nou jongens, laat lekker gaan. Maar toen dacht ik, wacht even. Ik vind het sowieso, wil ik echt even zeggen, waanzinnig leuk programma. Nou, het is heel raar om zo naar jezelf te kijken. Dan denk je, huh? Want je vergroot natuurlijk iets uit wat je in mij herkent. Wat heb je vergroot uit Lucille? Nou ja, die test, behalve de nul. Als zij het presenteert, dan is ze vrij pittig. Dan heeft ze een bepaalde interview. Ik kan het nu niet doen, want het is 34... Klein stukje hebben we op de band. Oh, om met Lingo de jongere doelgroep wat beter aan te spreken. Zo is het toch, JP? Ja, Lucille! Ligt JP eruit. Nou ja, en dus dat. Maar de grap die Carlo in het script had geschreven... is dat jij constant achter dat deskje staat. Dus de grap was eigenlijk met desk en al van die trap af. Maar het heeft nooit te maken gehad met of jij wel of niet moeilijk loopt. Want ik vind ook dat... Nee, maar ik vond het heel leuk. Ik vind het heel leuk, echt waar. Nee, maar, in ieder geval, daar was de verwarring toen over. En dat, dat vond ik jammer. Weer door jou, Carlo Boshart. Dat geeft mij altijd, maar dat vond me niet uit. Ik vond het dat Irene dat goed heeft gedaan. Ik ook. Ik vind het sowieso erg knap. Goed. Maar terug even naar Lingo. Want er is een Swahiliaanse Lingo-opkomst. Niet waar. Ja, toch? Vertel eens. Ja, dat is heel erg leuk. Je ziet er zo. Ja, vertel eens. Ja, dat staat in de krant. Ja, nee, dat is ook helemaal waar. Ja. De producent is daar geweest om eens te kijken of het daar niet ook leuk georganiseerd kan worden. Nou, en dat is echt zo fantastisch geweest. JP, de stem JP, is daar ook naartoe gegaan. En die heeft het daar samen met een aantal mensen opgezet. Nou ja, het is gewoon hilarisch. Is het opgenomen ook? Nou, er is wel een soort van proef... pilot. Een soort van pilot is er opgenomen. Hebben we dat? Ja. Hebben jullie dat? Ja. Zo? Ja. Nou, ik vind het heel swingend. Kijk nou, hoe leuk. Ja. De bijstel nog tegen Nee, maar het is leuk.
Ja, want er wordt voor toch? We doen een lach erover, maar het is zo ontzettend grappig. Ja. En ze lieten ook in het begin. Sterker nog, ik vind deze versie beter. Ja, echt, hè? Nou, het lijkt me ook zo leuk om lingo op de camping te doen. En een beetje zo op deze manier. Maar dat is nou goed wat je zegt. Maar, nee, maar is daar geen plek voor? Ja, daar zijn we allemaal lekker mee bezig. Ik hoop ook echt dat het doorgaat. Gewoon lingo, de lingo op de camping. De lingo op de camping. Ja, dat lijkt me super. Eén. Gewoon van de zomer of van de haal dat weg uit de studio en meer. En op de camping. We moeten het hierbij laten. Ik wens je een hele mooie bruiloft. Dank je wel. Fantastische gouden roos hier volgend jaar, volgende week. Het is je gegund. Of jij komt met Nee, het is je gegund. En, ja.